Op maandagavond speelde Jong Heracles thuis tegen Jong Heerenveen. Jong Heracles is de mede-koploper in de beloftecompetitie samen met Jong FC Groningen. En Jong Heerenveen werd vorig seizoen nog getraind door Jan de Jonge. Interessante ontmoeting dus met de thuisploeg die fanatiek in de aanval gaat. Met Leon van Dijk hier, de aanvoerder van Jong Heracles. Zijn voorzet kan niet lekker worden geraakt door Matthew Emoa. Heerenveen beperkt zich tot verdedigen. Als de volgende kans daar komt, daar legt Amoa de bal terug. En daar is het doelpunt van Milano Koenders. Kwartier gespeeld, goede openingsfase dus van Jong Heracles. Als de vrije trap van Rienstra wordt teruggelegd, al dan niet bewust door Matthew Emoa. En Koenders heeft wat tijd en die gebruikt hij ook om die bal onder controle te krijgen. En zo is het 1-0 voor Jong Heracles. Marco Roelofsen, de coach van Jong Heerenveen, is dan natuurlijk wat minder tevreden. Maar Jong Heerenveen heeft er ook een aardige ploeg hoor, met slagveer, met Mofor. En met hier een goede voorzet. En daar is de 1-1. Sami Fazli, man die ook wel eens in het eerste heeft gespeeld van Heerenveen, met de gelijkmaker. Kolomschot op de bank, samen met John Stegeman. En die weten dan al dat het geen makkelijke wedstrijd gaat worden. Heracles wel weer in de aanval. De combinatie is goed met Jomoa. Dit moet de kans zijn en ook het doelpunt eigenlijk. Prima aanval, goede 1-2. Maar met Jomoa heeft het nog niet helemaal. Nog geen minuut later. Het is nog altijd in de eerste helft, kort voor rust. Als Heerenveen weer in de aanval is. Het steekballetje komt uiteindelijk daarbij Deli Sinkgraven. En Deli Sinkgraven, zoon van de oud-voetballer Sinkgraven, scoort dan 2-1 voor Heerenveen. Kort voor rust. Nou, je mag het een wake-up call noemen voor Heracles. Dat er iets, nou, die telefoon gaat niet over, moet gaan gebeuren in de tweede helft. En dat komt dan ook, het offensief met wat wissels. Met onder andere Kangas Kolka in de ploeg. Strootker in de ploeg. En daar Jan de Jonge uiteraard op de tribune. Hij ziet hoe deze vrije trap komt van Heracles. En die bal wordt binnengekopt door Kangas Kolka. En dat is toch lekker. Tijd geblesseerd geweest. De Fin. De vrije trap is van Rienstra. De doelman Noppert ziet er niet helemaal goed uit. Maar ja, een spits wil altijd scoren. Zeker bij zijn rentree. En Alexei Kangas Kolka scoort dan dus de 2-2. In de slotfase komt er nog één hele grote kans voor Heracles. Als hier de bal is bij Milano Koenders. Die schiet van heel ver, heel hard. Maar die bal komt op de lat. En dat is jammer voor Jong Heracles. Want zo eindigt deze wedstrijd in 2-2.